Ik ben dus Mark de Rooij. Ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ik hou me daar bezig met de ketenaanpak medicijnresten uit water. Wat ik vandaag heb proberen te vertellen is aan de ene kant dat wat wij aan het doen zijn met de ketenaanpak in Nederland, dat het eigenlijk best bijzonder is dat daar het gesprek tussen zorg en water, dat zo goed op gang is gekomen. Dat zie je op andere plekken in Europa, zie je dat echt wel anders gebeuren. En ik denk als tweede dat we inmiddels zoveel kennis hebben over waar er acties mogelijk zijn. Er gebeurt heel veel aan de voorkant van de keten. Daar zijn we ook hard aan bezig om daar zaken op te pakken. En ik denk dat we inmiddels ook zoveel weten van, het ging vandaag over zuivering, over afvalwaterbehandeling. Dat we daar zoveel van weten dat we daar ook best stappen kunnen gaan zetten om die weer een stap verder te krijgen. Ja, nou, ik zal het maar meteen noemen. Er werd al genoemd 30 miljoen. En er komt nog meer. ik ben dus Mark de Rooij. En op welke manier denk jij dat het best te willen invullen? Ik vond het verhaal van Herman Evenblij wat dat betreft wel heel, heel mooi. Die pilot Papendrecht laat zien. Waar toch tegen vrij geringe kosten, 5,5, 7,5 cent per kuub. Waar je gewoon echt hele grote reducties van medicijnresten in je effluent kan bereiken. En ja, dat is natuurlijk, je haalt daar niet alles mee uit. En ik denk dus dat je als waterschap moet gaan kijken van wat voor soort water heb ik en wat wil ik daar aan eisen hebben. En als je bijvoorbeeld ergens een watertje hebt waar ecologische doelen op zitten. En wat relatief zwaar belast is door een RWZT, dan kan ik me voorstellen dat je daar met paakas prima uit voeten kan. En het voorbeeld van de grote lucht waar ze er uiteindelijk ook weer in willen gaan zwemmen. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je juist daar met ozon eigenlijk alles eruit wil gaan halen. Dus volgens mij moet je een hele goede afweging maken tussen waar zit mijn lozing op? Wat wil ik voor dat water bereiken? En welke techniek is daar het meest kostenefficiënt bij? En wat zou je de mensen die hier vandaag niet geweest zijn, wat zou je die graag willen meegeven, die aan de slag willen, waterschappers, bij een zuiveringsinstallatie? De mensen die er niet geweest zijn, ja, dat was natuurlijk om te beginnen heel dom. Het was namelijk een hele interessante dag. En dat zei Cora ook al, de informatiedichtheid was bijzonder hoog. Ja, ik denk dat dan de kortste klap is, ga even buurten bij de werkgroep waterfabrieken of bij de STOA, want daar zit de informatie en die helpen je wel verder. Prima, dankjewel. Jullie ook.